Zuid-Holland is met 228 molens dé molenprovincie van Nederland. De provincie Zuid-Holland zorgt samen met het Erfgoedhuis Zuid-Holland voor een goed klimaat om onze molens te behouden. Een goede omgeving waar de wind vrij spel heeft is daarom erg belangrijk, want zonder wind staan onze molens immers stil. Deze molenbiotoop kent verschillende belangen. Waar moet je als gemeente rekening mee houden en hoe krijg je een omgeving waar iedereen tevreden mee is? 6 verschillende experts geven daar antwoord op in deze video. Lange tijd stond deze molen midden in het weiland en was een uitstekende biotoop. Alleen sinds de bebouwing en het groen komt is de biotoop dus achteruit gelopen. En sinds ik hier ben is er een aantal zaken zijn er met de biotoop verbeterd. Maar de bomen groeien alleen maar door die er nog staan en op de toekomst wordt de biotoop weer slechter. En als de bebouwing en bomen te hoog zijn, dan neemt de windkracht dusdanig af dat we gewoon niet meer zoveel kracht hebben dat we de stenen rondkrijgen. En dat is echt een probleem. We hebben ook foto's van 10 jaar geleden en van nu en ook met een beetje photoshoppen van hoe het gaat worden over 5, 6, 7 jaar. En dan loopt de biotoop op een aantal windplekken, windrichtingen, loopt het echt achteruit. De verbeteringen die de afgelopen tijd gerealiseerd zijn, dat zijn voornamelijk de bomen op particuliere grond. Dat is vrij snel gegaan. We hebben hier ook provinciale bomen en gemeentelijke bomen. Dat is natuurlijk openbaar groen. En daar ligt het wat lastiger, omdat je daar bij de gemeente toch procedures moet volgen enzovoort enzovoort. We zijn nu wel zover dat de gemeente beloofd heeft om een aantal bomen in ieder geval in hoogte te snoeien. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Deze molen, de Westveense molen, als je daar naartoe rijdt, dan denk je van hij is een fantastische biotoop. Het kan niet beter. Maar er is afgelopen jaren behoorlijk wat gezaagd en gesnoeid hier. Komt natuurlijk weer allemaal terug, dat is de natuur. Dus over een paar jaar moeten we weer aan de bak. Maar vooralsnog, nu hebben we een prachtige biotoop, mooi open. Hier speelde dat in de directe omgeving van de molen de bomen zo dicht op de molen stonden dat het gevlucht door de boom ging. Bij zuidenwind. Dat betekent dus ook dat tijdens het malen dat je dus fluctuaties in de snelheid krijgt. En dat is gewoon niet goed voor het gaande werk. Een andere reden om hier direct wat aan te gaan doen en ook dat door te zetten, was gewoon dat er komt van alles aan opslag wat omhoog komt. En als je dat niet bijhoudt, groeit gewoon die hele polder dicht. De betrokkenheid van het Erfgoedhuis is begonnen met het maken van een groen beheerplan. Dat hebben we samen met hen opgesteld. Dat is natuurlijk een fantastisch initiatief, want daarmee breng je in kaart hoe de actuele situatie is. En zo'n groen beheerplan, daar heb je allerlei maatregelen die je kunt nemen om die biotoop te verbeteren. De belangrijkste aandachtspunten bij zo'n biotoopverbetering denk ik toch dat je op de lange termijn denkt. Mensen hebben een boom niet zomaar in de tuin. Ze willen uit de wind zitten of uit de zon. Of ze vinden het gewoon mooi. En verder is het Erfgoedhuis behulpzaam met het uitlenen van materieel. Want uiteindelijk moet je dit in het veld doen. Daar moet worden gezaagd en gesnoeid. We stoppen heel veel aandacht en energie in de instandhouding van molens. Dus onderhoud, restauratie. We stoppen heel veel energie in de opleiding van molenaars. Nou, dan heb je een molen en dan heb je een molenaar. Maar je moet ook wind hebben, anders kan dat ding niet draaien. Dus je hebt echt wel een grote ruimte, echt honderden meters vrije windtoevoer nodig rondom een molen, om die molen goed te kunnen laten functioneren. Het is hier wonen niet ongelooflijk veel mensen in de buurt, maar ik durf wel te zeggen dat iedereen die bij een molen woont, die heeft iets met de molen. Ja, als je rond een traditionele windmolen struiken of bomen gaat zetten, dan heeft dat een behoorlijk effect op zeg maar, de windvang, dus de hoeveelheid wind die je bij een molen krijgt. Je kunt bijna zeggen dat loofbomen ongeveer de beste manier zijn om zeg maar, wind weg te halen bij een windmolen. Het verrassende is eigenlijk dat dat effect zich pas echt manifesteert op een afstand van ongeveer 5 keer die molens. Dus als je bomen op 100 meter van de molen zet, heeft dat meer effect als wanneer je die bomen vlak bij die molen zet. En dat is heel vaak het geval, dat ze juist typisch op zo'n afstand staan van tussen de nou zeg, 75 en een paar honderd meter. En dat effect dat kan wel net zo ver doorgaan als 2 keer de hoogte van die bomen. Dus het is heel moeilijk om daar een simpele regel voor te maken. Dus vandaar dat ze 1 keer een molenbiotoopregel hebben gebouwd die dan nou ja, een soort compromis is. Ja, er wordt wel eens gezegd
Als je 5% van je windsnelheid kwijtraakt, is dat niet zo erg, want het is maar 5%. Maar waar het bij een molen om gaat, is natuurlijk de hoeveelheid energie die hij uit de wind kan halen. En die is evenredig met de derde macht van die windsnelheid. Dus 5% minder wind is 15% minder energieaanbod. En dat betekent dus ook 15% minder mogelijkheid om te produceren. 15% betekent een halvering, zeg maar, van het aantal uren dat je voldoende kracht hebt om met die molen te werken. En dat komt vanwege de energieinhoud die erin zit. Vaak wordt bij het plannen van nieuwe bebouwing of nieuw groen gevraagd, kunnen we dat niet in de windtunnel testen? Op zich is dat erg goed, want het geeft je natuurlijk toch wel een behoorlijk goede indicatie van wat je kunt verwachten. Maar helaas is een windtunnel maar een windtunnel. Dat betekent dat alles geschaald is en je hebt dus schaalregels nodig. Dingen die je in een windtunnel niet kunt meenemen is zeg maar de grootschalige variaties van de windrichting. Want in zo'n windtunnel komt de wind altijd van de één kant. En in de praktijk blijkt vaak dat de voorspellingen tussen het effect in de windtunnel en in de praktijk veel te gunstig uitvalt als je dat op basis van de windtunnelmetingen alleen doet. Dus het is belangrijk, het is interessant, maar het is niet het hele verhaal. Binnen de gemeente Westland hebben we een beheervisie opgesteld voor de molenbiotoop van de Monsterse Molen, de Vier Winden. Een beheersvisie is een kaderstellend document waarin we meer uitgangspunten formuleren dan dat er een concreet beheermaatregelenplan wordt opgesteld. Omdat op het moment dat je te maken hebt met het veranderen van de groenstructuur binnen een molenbiotoop, kom je natuurlijk ook vaak aan de emotie van mensen. Omdat groen is belangrijk, de molen is belangrijk, maar de bomen zijn net zo belangrijk. Dus wij kiezen ervoor om een beheervisie ervan te maken, dat bij toekomstige ontwikkelingen binnen die molenbiotoop, dat er langzaamaan naar dat ideaalbeeld toegewerkt wordt. Zonder dat je echt concreet bomen weg gaat halen. Toen we begonnen met het project was er wel wat weerstand tegenover een molenbiotoop. Extern ook, maar vooral intern. Want molenbiotoop, ik bedoel, we hebben een molen, maar die wordt niet meer voor economische doeleinden gebruikt. Dus het is maar een hobby. Een hobby van mensen, werd er wel eens gezegd. Maar als je met mensen, met je collega's in gesprek gaat over, en de groenbeheerders in gesprek gaat over van wat het nut van een molen is en waarom je dat cultuurhistorisch belangrijk vindt om dat gewoon ook in stand te houden, dan is dat eigenlijk wel bespreekbaar. Maar dat is wel een hele goede slag geweest dat we dat ook besproken hebben met onze collega's, zodat het draagvlak intern is. Het lastige eigenlijk in dit traject was het betrekken van de omwoners. Je begint eigenlijk al van, wat is je doelgroep? We hebben een cirkel getrokken van de 400 meter rondom die molen, hè. Dat is de molenbiotoop. En we hebben gedacht van nou, dan nodigen we alle mensen uit die binnen die straal wonen om daarover mee te kunnen denken. We hebben twee bijeenkomsten georganiseerd. De eerste bijeenkomst was een inventarisatiebijeenkomst. Ook om uit te leggen wat een molenbiotoop is en waar het toe dient. En wel met het behoud van het groen. En daar moet je een mooie modus in zien te vinden. De tweede bijeenkomst, daarin hebben we het conceptplan gepresenteerd. Waarin we een aantal concrete maatregelen hebben aangegeven hoe we die molenbiotoop weer naar zijn ideale situatie willen terugbrengen. Nou, als coördinator van de bomenwerkgroep en als werkgroep op zich hebben wij er eigenlijk niet heel veel problemen mee. Zeker niet als je ook kijkt naar het verleden. Dan kunnen bomen en molens vaak heel goed samengaan. Dus wat mij betreft is de molenbiotoop op zich een heel goed iets. We worden steeds vaker betrokken bij de besluitvorming rondom de molenbiotoop. Het is misschien wel zo dat ze nog wat beter naar het verleden zouden kunnen kijken. Want als je kijkt naar het verleden, dan gingen molens en ook bomen toch vaak best wel goed samen. Maar we zijn op de goede weg en dan kan het alleen maar beter worden, denk ik. Wilt u meer weten over de molenbiotoop? Download dan de brochure op de website of kijk op molenbiotoop.nl.